tijd voor live muziek van Kraak en Smaak. Goedenavond, welkom. Hallo. Ja, het is toch lekker om op jezelf te dansen een beetje. Want als jullie gelijk meebewegen, dan zit je er gelijk lekker in. Maar voordat ik jullie aan de tand ga voelen, wil ik eerst even naar de man links van mij. Dat is de beste pizzabakker van Nederland. Rodi Versluis, jij stond vanavond aan de Roadshow deurbel. Ik heb jou binnengelaten. Je hebt mij weten te verleiden met het verhaal dat jij de beste pizzabakker van Nederland bent. En je bent klaar inmiddels, hè? Ja, we hebben een beetje moeten improviseren qua oven, maar ik denk dat het wel aardig gelukt is. En ik neem aan dat het nu de bedoeling is dat we even gaan proeven. Of wij het met de jury eens zijn. Ja, zeker weten. Hoe wou je dit aanpakken? Ja, misschien dat we de heren van Kraak en Smaak... Willen jullie vrijwilliger zijn? De naam zegt het al, hè? Ja, Kraak en Smaak. Nou, de pizza gaat richting de mond van de heren. Nou, dat wordt kraakt goed. Hij kraakt goed. Ja. Maar hoe is de smaak? Lekker hoor. Heel nice. Wil je iets zeggen over de ingrediënten, Rodi? Ja, dat kan wel hoor. Ja. Ik heb hem belegd met geitenkaas, gewokte spinazie, rozijnen, pijnboompitjes. Toen heb ik hem in de oven gedaan. En toen hij eruit kwam, heb ik hem afgemaakt met verse groene appel en een beetje honing. Oh, mag ik hem één keer heel dicht bij de microfoon horen kraken? Wow. Wow. Dit is toch goed, zeg hé. Die bodem is niet van karton. Nee, die bodem is echt niet van kartonen. Nee, maar dit is dus het beste, dit is dus het beste deeg van Italië. En dat, die basis, dat is het geheim van de beste pizza van Nederland. Ja, zeker. Maar is de beste pizza die ik ooit gegeten. Maar die bodem is echt heel goed. Nee, is het serieus? Heerlijk. Nou ja, nou, dat is toch een mooi compliment. Ik denk dat je het meer dan waar hebt gemaakt. Ik ga zo meteen proeven, dan schraap ik stiekem de kaas eraf. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Is die dan nog steeds lekker? Jawel. Nou, super tof dat je hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. De beste pizzabakker van Nederland. Hadden jullie niet verwacht, hè, dat het ook nog zo kraken en smaken? Nee, maar echt, dat is niet normaal. Zitten jullie nog een beetje in het seizoen, man? Of, Sorry, wat was het dan? Zet je hoofdtelefoon even op. Zitten jullie nog een beetje in het seizoen nu? In het seizoen? Nou ja, als in, ik bedoel, druk toeren en dat soort dingen. Ja. Nou, komt eigenlijk aan. We zijn eigenlijk op dit moment ondergedoken in de studio. Ja, want binnenkort moet er... Dat moet heel snel af. Dat moet echt heel snel af. En dan... hey, kijk. Koptelefoon. Kou lekker door, het is late night. En dan beginnen we toe. Ja. En dan er komt er een albumpresentatie natuurlijk. En dan komen er singles. Maar wanneer... hebben jullie een keiharde deadline voor het album? Ja. En dat is? Morgen. Gisteren. Echt waar? Had hij al af moeten zijn? Nee. We hebben... officieel, voor onszelf hebben we de eerste week van maart moet hij wel echt klaar zijn. Oké. Ja. Dus dan duurt het nog even eer die gereleased wordt. Ik zie iemand die ik ken van televisie, van The Voice, zie ik bedenkelijk fronsen. Hoe zit dat? Nee, dat gaat makkelijk lukken. Ja, de gemakkelijke. Ja, je hebt nu weer tijd, hè? Want jij kwam tot aflevering 4. Live show. Ja, de live show, ja. Klopt. Ik heb het dit jaar niet gevolgd. Ik vind het zo jammer. Heb jij het gevolgd? Ja, als ik niet te slaap viel, heb ik het wel meegekregen. Ja. Maar, met een gitaartje. Ja, echt waar? Serieus? Zeker. Ik zag zijn ogen daar. Mijn ogen? Ja, oh, dat was prachtig. Het. Ja, en ook je gitaarspel, maar ogen een zanger wil in principe horen dat je voor de muziek valt natuurlijk. Ja. Ja, maar en het oog wil ook wel natuurlijk. Nee, toch niet door. Nee, moet stemmen. Was het dan? Ja. Maar bij wie zat je in het team? Ik zat bij Ali in het team. Oké, en had je wat aan hem? Uiteindelijk niet dus. Nou ja, nee, ik had aan hem heel veel. Mensen bepalen, ja. Ja, nee, het publiek bepaalt. Ja, uiteindelijk. Ja. Ja. Was het een goed avontuur? Zeker, ja, zeer vruchtbaar. Want ik kan me voorstellen dat je daar, als je ervoor gevraagd wordt... want zo gaat het volgens mij, hè, tegenwoordig. Je wordt gescout, hè? Ja, je wordt gescout. Ze zeggen, hey, die gast moeten we hebben. Dat je wel even nadenkt van, ja, wat is het afbreukrisico? Want ik heb een hele mooie carrière met mijn vrienden van Kraak en Smaak. En waar begin ik aan? Ja, dat was eigenlijk heel snel bekeken, eigenlijk. Echt waar? Ja, ik dacht van, ja. Leuk om te horen. Nee, maar heeft hij het met jullie overlegd? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb het gemeld. Blijkbaar vond hij dat niet nodig. Nee, maar de jongens stonden helemaal achter me, toch? Ja, zeker. Ja, nu helemaal. Ja.
Het seizoen heel Holland nee. bakt. Dat staat nou, heel Holland pizza bakt. Ja, dat is een heel Holland bakt pizza. Jullie zijn natuurlijk al jaren bezig. En inmiddels zijn jullie doorgedrongen tot Radio 2. Ja. Nou, dat betekent tegenwoordig niet meer gelukkig dat je bejaard bent. Maar dat betekent wel dat het dat in ieder geval de nieuwste single, My Mind's Made Up, behoorlijk mainstream aan het gaan is. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is hartstikke leuk. Kan me voorstellen, want een echte grote radiohit wordt het wel weer tijd voor. Hè? Want jullie hebben er nu één, denk ik, echte grote radiohit. Een tijdje geleden alweer. Ja, wat was het, 2009? 2008. 2008, voor zover ik het heb begrepen, wordt hij wel best wel veel gedraaid hier. Hij wordt hier heel veel gedraaid en we worden er ook allemaal heel erg blij van. Dus, ja, leuk. Ja, daar worden wij ook heel blij van. Jullie zijn hier niet voor niks natuurlijk. Oké, dus we zetten in de agenda. Maarten is het album af. Hoe gaat het heten? Ja, dat moet je ook als laatste doen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Dus ja, maar dat moet je voelen. Dan hoor je nu en dan ineens, dan komt dat. En is het zo dat als ik ben nu gevallen voor het nummer My Mind's Made Up, kom ik dan bedrogen uit met de rest van het album? Nee, of heeft het diezelfde vibe? Nee, kijk, we gaan eigenlijk een beetje terug naar waar we vandaan komen. We gaan terug naar waar we vandaan komen. Ja, back to the roots. Nou, een beetje wel. Heel veel boogie en disco en funk weer op het album. Dus wat dat betreft is dit wel... qua sound klopt deze wel, ja. Ik weet niet of die in deze vorm op het album komt. Misschien dat er in een andere... hier een ander jasje gestoken wordt, maar niet... En de vibe gaat verpersen. Dus, ja, tof. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga die kant op lopen. Ja, ik heb wel zin om in een beetje summer vibe zo met min 3 buiten. En, dat je toch de neiging krijgt om lekker op het terrasje te gaan zitten met een koud biertje. De zangeres die jullie hebben meegenomen is niet de zangeres die zingt op de single, geloof ik, hè? Die zit in Bali, geloof ik, hè? Ja, ik heb even op Facebook gecheckt. Sangeeta Akkerum, ik zeg het in één keer goed, hè? Ja. Toch? Helemaal goed. Ja, top. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Yes. Oké, dames en heren, live in de roadshow. Kraak en smaak. My Mind's Made Up.
Late Night. Iedere maandag tot en met donderdag. Iedere maandag tot en met donderdag om 10 uur op NPO Radio 2.